dit is het filmpje van piraten. Van een piraatschip. Met drie piraten en één hond. Er valt schepen aan van alle land uit. Door het ruim wappert zijn zwarte standaard. Het geel grijnzend doofshoofd boven de witte beenderen. Dubbel onderkruiste onheilspellende maan. Beschrijf niet een verheven, altijd eenderen, maar veranderlijk onaanvolgbare baan. Een afgod als geen ander vaartuig droeg, hangt vastgenageld voor de steile boeg. Over de chaos van schuim en golven, steeds druipend, hoog stijgend of diep bedolven, geen infredate. Door isopionisch, geen draak, geen zeemonster, maar symbolisch. Beeld van de Indische doodsgodin. Gelijkende in het verwarde web van schubbige slangen, die haar plomp lichaam kronkelend omvangen, het gelaat staat woest verwrongen, haar hoofd door de boegspriet tot de neus wortel geklopt. Eerst triomfant afzichtelijk de muze van het doodsgeschreien, zuster van Meduse. En de orkane die het zacht kraken doormaakt, komt waardoor de knaagvork de dagelijke tijd blijft het schip eeuwig zeewaardig. Komt waardoor de knaagvork de dagelijke tijd blijft het schip eeuwig zeewaardig.